Door het warme weer was het een extreem jaar voor de maïsteelt. Maïsmeenet-deelnemer Vert van der Ven uit het Brabantse Lagemierde vertelt hoe zijn seizoen is verlopen. We hebben de maïs laat gezaaid omdat we eerst een snee gras gewonnen hebben. Die zat er half mei, is die erin gegaan. Eigenlijk onder ideale omstandigheden, alleen duurde het toen best lang voordat er wat vocht kwam. Toen is er in het begin van het seizoen toch nog wel wat water gevallen, waardoor die dus door is kan gaan groeien. Toen kwam die droogte, die heeft heel lang aangehouden en was het toch noodzakelijk om hem twee keer in die periode te beregenen. En dat heeft wel de redding gebracht voor de opbrengst die er uiteindelijk afgekomen is. De opbrengst voor Van der Ven was behoorlijk, maar toch 10-15% minder dan een normaal seizoen. De maïs heeft eind augustus nog geprofiteerd van de regen, maar deze regen zorgde ook voor een ander probleem. Negatief aan die vochtige periode van toen is wel geweest dat er de schimmelvorming ook meteen de kop op kwam zetten. Dus we hebben er wel wat builenbrand in gehad en ook op de bladeren begonnen ook wel wat schimmelplekjes te komen. Dus dat is ten nadele gegaan van de kwaliteit uiteraard weer. Ook zaaide Van der Ven een grasmengsel als vanggewas. We hebben een vanggewas gezaaid, een mix van grassen. En ook daar doen we het komend jaar toch weer als het allemaal een beetje wil en het wil een beetje aanslaan. Want ook het vanggewas heeft het natuurlijk nu ook nog heel erg droog, want het najaar is nog super droog geweest. Het lijkt nu een klein beetje vochtiger te worden, maar dat is hard nodig. Want ook het vanggewas heeft natuurlijk nog vocht nodig om te kunnen groeien. En daar staat er nu nog net op, maar het moet wel, er moet wel meer regen komen, wil het echt een goede snee kunnen gaan geven in het voorjaar weer.